Waarom tel je pas mee als president zodra iemand heeft geprobeerd je om te leggen? Dit is de Universiteit van Nederland. Er is één president van wie we weten, denken te weten, dat er geen aanslag is beraamd. Dat is Lyndon Baines Johnson uit de 20e eeuw. En het is een beetje raar, want juist Lyndon Johnson was natuurlijk de man tegen wie ontzettend geprotesteerd werd. Wij weten allemaal van het Vietnamprotest, de straten van de Amerikaanse steden, Washington. Bij zijn de Democratische Conventie van 1968. Lyndon Johnson is toch van de 20e eeuwse presidenten misschien de meest omstreden geweest. In ieder geval heel erg omstreden. En juist tegen hem dus geen moordaanslag gepland. Lincoln is de eerste die vermoord wordt, 1865. De auto die we Obama hebben zien in- en uitstappen, toen hij vorig jaar een bezoek bracht aan het Amsterdamse Museumplein, die auto die wordt soms zelfs ingezet als hij maar 100 meter zich hoeft te verplaatsen. Dat Museumplein is een veel te groot risico. Je kunt niet zien wat er zich achter de ramen van de huizen en gebouwen aan de randen van het Museumplein afspeelt. Dus zelfs voor zo'n hele korte afstand wordt hij in The Beast gepropt. En een auto die het waarschijnlijk kan doorgaan voor het best beveiligde voertuig ter wereld. Bestand tegen elk soort aanval, inclusief een atoomaanval en een chemische aanval, een rijdend ziekenhuis, een rijdend commandocentrum. Want als op dat moment de Russen, nou ja, de virtuele Russen, zoals we vroeger zeiden, de Russen komen, als die op dat moment een atoomaanval lanceren, dan moet onmiddellijk gereageerd kunnen worden vanuit The Beast. Dus je kan het zo gek niet verzinnen of in die auto zitten de gadgets waar James Bond nog een puntje aan kan zuigen. Het fijne van The Beast weten we natuurlijk niet, want ook die informatie is typisch classified. Nou, je helikopters boven het Museumplein en dan die rare auto voor die 100 meter. Alles wordt gedaan om POTUS, the President of the United States, POTUS is zijn codenaam voor de Secret Service, te beschermen en te behoeden voor een aanslag. Obama laat het zich allemaal wel gevallen. Hij heeft ook geen keus. Elke president moet zich op die manier beschermen. Vier presidenten, twee in de 19e eeuw en twee in de 20e eeuw zijn vermoord. Abraham Lincoln, 1865. Garfield, 1881. McKinley, 1901. En John Kennedy, voor sommigen van ons is dat nog levende geschiedenis, in november 1963. Lincoln is vermoord toen hij, ik zei het al, een theatervoorstelling bijwoonde in Ford's Theater in Washington. Heel gewoon naar het theater om zich te ontspannen. De burgeroorlog eindigt. Je hebt eindelijk recht op je verzetje. Hij wordt van achteren beslopen door een Zuiderling die het niet kan verkroppen dat het Zuiden verloren heeft. Een bekende acteur die zich ook door dat theater kan bewegen zonder dat mensen zich afvragen wat doet hij daar, John Wilkes Booth. John Wilkes Booth is een heel bekende Amerikaan. Hij is een man, ja, laten we zeggen de Bono van dat moment. Een man die iedereen kent. Ik ga er niet over, maar de vrouwen waren dol op hem. Hij speelde de rol van onder andere die van Romeo en Juliet. En deze John Wilkes Booth heeft met anderen een serie aanslagen gepland. Niet alleen op Lincoln, want tegelijk moesten een aantal anderen sterven. John Wilkes Booth is degene die het op zich neemt om de president te vermoorden. En ik zei al, dat is met succes. De president wordt van achter in zijn hoofd geschoten. Hij leeft nog tot de volgende ochtend en dan sterft hij. John Wilkes Booth ontkomt. Hij vlucht het theater uit. En ergens in Maryland, in een boerenschuur, wordt hij dan omsingeld door de troepen die hem hebben achtervolgd. Dan zetten ze die schuur in de fik om hem naar buiten te laten komen. Hij komt naar buiten en wordt dan
doodgeschoten. Zijn medeplegers, de mededaders van de aanslagen van 1865, worden berecht. Ze worden gewoon gevangen genomen en berecht en opgehangen. De presidentiële loge in Ford's Theater kan je bekijken. Het is nu museaal, maar het theater wordt nog gewoon gebruikt als theater. Je kunt dus, afgezien van dat stukje dat in ere wordt gehouden zoals het was in 1865, is het een heel normaal functionerend theater waar ook voorstellingen worden gehouden. Garfield wordt vermoord door iemand die zegt dat Garfield hem beloofd had dat hij hem ambassadeur zou maken in een of ander mooi land, Parijs, laten we zeggen. Waar willen mensen naartoe om ambassadeur te zijn? Londen, Parijs, ergens anders. Niemand kent hem in Washington. Het is een man die vreemde ideeën heeft over zichzelf. En hij besluit dat Garfield vermoord moet worden. De derde is McKinley. McKinley, de man van het Amerikaanse imperialisme, de man die de Filipijnen verovert, die Cuba verovert, die dus meedoet aan de, laten we zeggen, Darwiniaanse struggle for empire. Hij wordt vermoord door simpelweg een anarchist, iemand die het niet ziet zitten dat er überhaupt presidenten zijn. Er is heel weinig politiek motief daarin te ontdekken. En dan is er John F. Kennedy. De moord voltrekt zich in Dallas, Texas. Nou verwacht u misschien van mij dat ik ga zeggen, het was ja Lee Harvey Oswald, of nee, het was niet Lee Harvey Oswald. Ik wil u wel zeggen, ik ben er persoonlijk heilig van overtuigd dat het Warren-rapport, dat door de commissie onder voorzitterschap van de Amerikaanse opperrechter Earl Warren werd geschreven, de feiten redelijk goed op een rijtje heeft gezet. En ik ben er dus ook wel persoonlijk van overtuigd, maar bewijs kan ik u absoluut niet leveren, dat het inderdaad Lee Harvey Oswald is geweest die die moord heeft gepleegd. Een sensationele geschiedenis natuurlijk, een sensationeel moment. Ook al omdat toen de televisie ter plaatse was, dat we heel veel daarvan hebben gezien. We hebben de bekende Zapruder film gezien, waar je Jackie Kennedy, die zie je dan vanuit de stoel waar ze zit in de limo, naar achteren, als het ware. Niemand weet, zij zelf weet achteraf ook niet meer precies wat ze deed. Ze wil een Secret Service man naar binnen trekken, of ze wil juist weg uit die auto. In ieder geval, de president heeft geen enkele kans te overleven. Wat we de details zijn uit een soort kiesheid niet allemaal bekend geworden, maar zijn hele achterhoofd was er afgeschoten. Vanaf de zesde verdieping van het Texas Book Depository, nu een museum. En ik denk dus inderdaad door Lee Harvey Oswald. En een van de oorzaken waardoor we nog altijd zijn blijven speculeren wie het nou gedaan heeft, is dat Lee Harvey Oswald zelf ook vermoord wordt. Twee dagen wordt de man wiens vingerafdrukken zijn gevonden op het Carcano-geweer dat daar op die zesde verdieping wordt aangetroffen. De man die wegvlucht uit die Texas Book Depository, die wordt gearresteerd. Maar bij het overbrengen van de ene plek naar de andere wordt deze vermoedelijke dader zelf ook doodgeschoten. Nou, het perfecte scenario voor een complot. Theorie die zegt, ja, Jack Ruby, die Lee Harvey Oswald doodschoot, dat is de man die het complot heeft beraamd. De dader die wist te veel, die moest dood. Of er zijn weer mensen achter Jack Ruby die hem als marionet behandelde. Hij wist ook niet alles, maar hij kreeg opdracht om de man die te veel wist, Oswald, te vermoorden. Er zijn echt honderden boeken geschreven waarin de moord uit de doeken is gedaan, of juist niet uit de doeken is gedaan, waarin de zaak alleen maar vertroebeld is. Er zijn honderden theorieën en voor allemaal is misschien wel iets te zeggen, maar persoonlijk, zoals ik zei, denk ik dat het toch gewoon Lee Harvey Oswald is geweest. Hij had ook motieven, hij was gefrustreerd. Hij was boos op Kennedy omdat hij vond dat Kennedy te soepel was geweest tegenover de Sovjet-Unie.
Jack Ruby sterft al na weinig jaren gevangen gezeten te hebben aan kanker, dus we kunnen het hem ook niet meer vragen. Hij leeft niet meer. Tot op de dag van vandaag is de dood van Kennedy voedingsbodem voor al die ingewikkelde verhalen wie het gedaan zou hebben. Theorie 1. Het was de CIA die met hulp van Cubaanse ballingen wilde afrekenen met Kennedy. Omdat Kennedy probeerde de relatie met Fidel Castro te verbeteren. Na de confrontatie van 1962 rond Cuba, de rakettencrisis van oktober 1962, heeft Kennedy ingezien dat hij maar beter kan proberen vrienden te worden met Castro. Nou, CIA ziet dat niet zitten, Cubaanse ballingen zien het niet zitten. Dat zie je overigens vandaag in 2015 ook weer. Dat als er eens een keer iemand iets doet om de relatie met Cuba te verbeteren, een deel van Amerika op de achterste benen staat. Dat was toen in 1963 ook al het geval. Of het was de maffia die Kennedy uit de weg wilde ruimen omdat hij iets van plan was te doen tegen de georganiseerde misdaad. Ik denk dat het eigenlijk heel simpel is. Het was een oogverblindende president met een oogverblindend familieleven. Hij had een mooie vrouw, hij hield van de kunsten, hij leefde het hoge leven. Hij werd vereerd om zijn karakter, om zijn stijl, om alles wat hij uitstraalde. In Europa vond men hem heel on-Amerikaans, dat was heel aantrekkelijk aan hem. En in Amerika was men ook verblind door de schoonheid van Camelot, zoals het Hof van Kennedy toen genoemd werd. En ik denk dat bij die behoefte aan complottheorieën toch de grootste rol wordt gespeeld door het onvermogen van ons mensen om te accepteren dat er soms dingen gebeuren die we eigenlijk niet willen. En waarvan we dus zeggen dat moet een of andere gruwelijke, geheime, duistere instantie zijn. Nee, ik geloof daar dus niet heel erg in. Een aanslag op Ronald Reagan in het eerste jaar van zijn presidentschap. 1981. John Hinckley is een rare vogel. Hij is een fan van de film Taxi Driver van Martin Scorsese, waarin Travis Bickle, gespeeld door Robert De Niro, ook een moordcomplot tegen de president beraamd. En John Hinckley heeft die film 1000 keer gezien en hij is vooral helemaal verliefd op Iris, oftewel Jodie Foster. Jodie Foster is zijn ideaal. Hij stalkt haar, hij wil Jodie Foster in zijn armen nemen en hij wil haar aandacht trekken en haar liefde winnen door de president te vermoorden. Jodie Foster, ja, ik hoef dat niet uit te leggen, wil daar helemaal niets van weten. Conclusie. De Amerikaanse president is een icoon die altijd de aandacht trekt, zowel van politiek gemotiveerde potentiële moordenaars als van gekken. Hinckley is daar een voorbeeld van. Ik heb eigenlijk maar één goede raad aan u. Word geen president. Doe het niet, want het is wel... Je gaat natuurlijk dan wel de geschiedenis in als een grote man of wie weet in de toekomst een grote vrouw, maar ik zou zeggen, de prijs is daarvoor te hoog. Wij gaan in het volgende college kijken naar John Kennedy, of hij inderdaad een groot president was.